In naam van de Koninklijke Automobielclub in Vlaanderen wens ik u allemaal van harte welkom in dit auditorium. Ik ken eigenlijk geen enkele andere astronaut die met zoveel passie en overtuiging dat gedaan heeft. We mogen dus wat fier zijn in ons klein landje dat wij zo'n grote persoonlijkheid hebben. Ja, deze avond is georganiseerd door de Koninklijke Automobielclub, dan het Hubbelwijk en dan de VGK. Maar het is, ik vind dat zo'n mooie combinatie, want dus, de automobielclub heeft de traditie. Dan de jonge ondernemer heeft dus staat al in het leven. En dan heb je de toekomst, al die ingenieurs waar we een zeer de grote nood aan hebben in onze maatschappij, dus in de toekomst. Zo, het is het ideale groep waar we toe kunnen spreken. Dag Rudy, de Automobielclub is betrokken bij een evenement met Dick Vreemout. U zou niet direct de link kunnen leggen. Wel, de club die gesticht is in 1899, dus we moeten terugkeren in de tijd. In 1913 was de wereldtentoonstelling hier te Gent en de Royal Automobielclub heeft daar een ongelooflijke rol ook in gespeeld. En toen is Vaarman, een van de luchtvaartpioniers in die tijd, met zijn vliegtuig naar Gent toegekomen en geland op Sint-Denisplein. Is het ook uw jongensdroom om eens in de ruimte te zijn? Ja, voor wie niet? Zou u zo'n wagentje, want ik weet dat u af en toe wel iets bouwt, zou uw wagentje willen aan meewerken? Ja, misschien Elon Musk achterna, maar dat is een grapje. Maar de bedoeling is wel in feite om via onze club mensen jongeren te enthousiasmeren om aan vernieuwing mee te werken. Dat kan evengoed zowel in mobiliteit zijn. En er zijn veel zaken met mobiliteit die feitelijk ook uit ruimtevaart komen. En ik denk dat we daarin iets willen proberen om jongeren en ouderen bij elkaar te brengen of industriëlen om toch aan nieuwe uitdagende projecten te werken. Ja. Het bedrijf TurboTech is er ook bij betrokken, van waar de interesse? Wel, TurboTech is een jong bedrijf, hier in Gent opgericht, nog maar 2 jaar geleden. En we zijn eigenlijk bezig met het ontwerp van een waterstofgasturbine. Dus eigenlijk een motor op waterstof. En de interesse kwam er vanuit de club uit, en ook vanuit Rudy persoonlijk, Rudy Malfay, om eigenlijk die waterstofmotor in te bouwen als een range extender voor een groot elektrisch voertuig. En we zijn ook bezig met toepassingen binnen de luchtvaart en binnen de scheepsbouw. En eigenlijk zo zijn we bij elkaar gekomen om eigenlijk een eerste project te starten binnen de club. Om eenmaal dat die motor er is, die in te bouwen in een elektrisch voertuig eigenlijk. Dus zo is de club betrokken. Zijn er daar veel jonge mensen bij betrokken? Want de universiteit zijn allemaal jonge mensen, jonge krachten, ambitieuze mensen. En ja, het project van de gasturbine zelf, dat beslaat een netwerk van bedrijven en universiteiten en onderzoeksinstellingen over gans Europa, maar ook, en daar zijn we bijzonder trots op, dat we daar verschillende Belgische universiteiten, Vlaamse universiteiten bij betrokken hebben. Maar dus daar zitten ook veel jonge mensen bij. Het bedrijf zelf is maar een klein bedrijfje, is maar 3 man. Maar we zijn natuurlijk aan het kijken om uit te breiden. We hebben momenteel 2 stagiairs. Zo'n evenement zoals vandaag met Dirk Vreemout is dan ook een succes geweest? Ja, natuurlijk. Een ruimtevaart is altijd al een dankbaar onderwerp voor jonge mensen aan te trekken, voor technisch en wetenschappelijk geschoolde mensen aan te trekken. Van alle soorten achtergronden, van de chemie, van de werktuigkunde, van de bouwkunde enzovoort. Allemaal mensen die nodig zijn om daaraan mee te werken. En allemaal mensen die ik met open armen ontvang natuurlijk binnen het bedrijf. Dag meneer Vreemout, er was een kinderdroom om in de ruimte te gaan? Nee, want voor ons bestond dat nog niet, de astronauten. We hebben niet met de astronauten gespeeld. De eerste keer dat we dat zagen, dat was die boeken van Kuifje op de maan. Hè, dan van Jules Verne, dat hebben we dan ook nog gelezen en zo. Maar eigenlijk was dat niet zo. En dat bestond nog niet. Maar dus, ja... Sommigen waren dat toch al een beetje geïnteresseerd. Dus, van mij is dat... Ik weet dat als ze de eerste keer Sputnik gelanceerd hebben, dan heb ik 3-4 dagen aan een stuk naar die biep-biep zitten luisteren. En als dan... het was de wereldtentoonstelling. Dat was er dan een kopie van Sputnik.
En ben ik er onmiddellijk naartoe geweest. Dat is het eerste dat ik gaan kijken ben. Je moet toch zeer curieus geweest zijn om dan toch in die luchtruimtevaart te gaan. Want het is toch niet ongevaarlijk eigenlijk, hè? Ja, maar daar groeit in. En ik heb dan de kans gekregen om te werken in een instituut die experimenten deed in de ruimte. Wel, en ja, en dan komt in contact met die astronauten enzovoort. En ja, ik heb nooit het gevoel dat van echt schrik te hebben. Je weet dat het gevaar is en aanvaard dat. En je hebt vertrouwen in het systeem. En zelfs de laatste, mijn vrouw met dikwijls als ze vertrekt, ze werden niet bang. Maar nee, het was vooral... Was ik blij om te vertrekken? Die laatste, als dat aftellen, dan zei hij, nu zal het gaan, nu ben ik er. Hier zo'n lezing geven in de universiteit, dat was zeer veel interesse. Dat doet wel iets met de mensen, denk ik. Ja, ik vond dat het ideale publiek, hè, dus wat van iets dat traditioneel is, dat veel expertise had, dus met die auto's en zo. En dan die jongeren. En dan was er een jonge ook... ondernemer die er ook bij was. Dat was zo heel kader zo samen. En zeker de jongeren. Ik heb dat gezien dat ze bijzonder geïnteresseerd waren. En nadien ook hebben ze het nog gezegd.